Heb je wel eens gehad dat je een verhaal wilde vertellen voor een groep mensen op een podium of op een video en dat je een soort van knikkende knieën kreeg en je adem ging omhoog, je hart ging bonzen en je mond werd droog en je keel voelde alsof hij dichtgeknepen werd? Ja, dat zijn de meest voorkomende lichamelijke ongemakken als je jezelf wil laten zien of horen. Ik heb het zelf ook een keer gehad in een workshop en ik was zo nerveus, want ik wou het zo graag goed doen en daardoor vergat ik helemaal hoe leuk ik het eigenlijk vind. Dus dat is de eerste tip. Als je bedenkt waarom je iets doet, hoe blij je ervan wordt, ik heb er zin in, dat kan helpen tegen jezelf te zeggen. Maar ook te bedenken, waarom doe ik dit? Ik wil iets overbrengen en dat is superleuk, want anders weet niemand dat ik er ben. En juist in deze tijd kom je daar door video's te maken, door jezelf te laten zien. Misschien ga je dan straks een keer op een echt podium, als dat weer mag, in de zaal waar heel veel mensen naar jou luisteren. Maar je moet ergens beginnen. Dus je wil klanten krijgen. Je wil dat mensen bij je komen. Je bent misschien een coach en je wil coaches krijgen. Je wil mensen helpen als therapeut of als ondernemer. Ja, ze moeten je toch zien om eerst je te ontdekken. En als jij een webinar geeft, dan wil je dat mensen blijven kijken en niet ondertussen stiekem op hun telefoon zitten. En als je een podcast ingesproken hebt, hoop je ook dat mensen tot het eind geboeid raken. Nou, ik deel heel graag een aantal tips met je. Er zijn er wel honderden, maar een paar tips deel ik met je. Waar je aan kan denken, wat je kan doen met je stem, met je lichaamstaal, om zelfzeker en vrij over te komen, maar ook in verbinding met degene die naar jou kijkt. Ik hoop dat je naar mij komt kijken. Ik heb er onwijs veel zin in. Ik heb er zin in. En ik breng heel graag over waar ik nu allemaal aan gedacht heb en wat ik nu doe voordat ik deze video ga opnemen. Aanstaande donderdag om 7:30. Zie je graag.